Voor de derde keer vanuit Museum Staal, met op de achtergrond nog steeds de tentoonstelling over Rien Poortvliet, zijn we hier weer met aflevering 16 van Allemaal 1 TV. En deze uitzending staat helemaal in het teken van de voedselproductie. Hoe is het om het roer drastisch om te gooien? Ik praat erover met twee melkveehouders. En hoe beland je vanuit de TU Delft in je eigen bakkerij? We hebben permacultuur, voedselbossen en natuurlijk het goddelijke drankje wijn. En weet je trouwens wat kombucha is? Laten we beginnen. Welkom bij uitzending 16 van Allemaal 1 TV. En deze uitzending zal helemaal in het teken staan van de voedselproductie. Blijf vooral lekker kijken, want ook vanavond zullen we bijzondere en inspirerende gasten een podium geven. Maar eerst gaan we weer van start met onze nieuwsrubriek de week. Hé, Henry, ja. Heb je weer nieuws voor ons? Daar zijn we weer. Ja, ik heb weer 5 dingetjes uitgezocht van de afgelopen week. Er zijn er een aantal vanuit de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag. Dat levert altijd wat nieuws op. En we moeten even weer beginnen bij het Gelre ziekenhuis. Daar hebben we het al 2 keer eerder over gehad. Ja, en de roddel of het verhaal gaat al rond in Lochem, hoorde ik. Dus ik denk dat mensen wel willen weten wat daar Officieel is er nog niks aan de hand. Maar het is wel een spannende discussie die gestart is door het ziekenhuis. Ja. Het ziekenhuis heeft nu ook zelf bevestigd dat dat traject gestart is. En dat ze gaan zoeken van wat voor de toekomst de beste zorg is. En dat kan natuurlijk van alles betekenen. Maar ze gaan praten met heel veel mensen, gemeenten, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen. Die komen allemaal, die kunnen allemaal hun visie geven. Mm-hmm. En dan proberen ze daar iets van te maken op den duur. Welke kant erop gaat, kunnen we absoluut niet zeggen. Maar de gemeenten, de gemeenteraden maken zich wel heel bezorgd. Want alle gemeenteraden die met dat ziekenhuis te maken hebben, dat zijn Lochem, Zutphen, Voorst, Berkelland en Bronckhorst, die hebben nu allemaal ongeveer dezelfde motie opgesteld. Die worden ook bijna overal unaniem ingediend. Dus dan betekent ook dat die unaniem wordt aangenomen. En daar staat in van dat de colleges zich maximaal moeten inspannen om een volwaardig ziekenhuis te houden. Ja, oké, we houden het in de gaten. Wordt vervolgd, zullen we maar weer zeggen. Ja. Ik heb nog zo'n continuing story, zoals dat zo mooi heet op zijn Engels. Maar dat hebben wij volgens mij hier nog nooit op tafel gehad. Maar op de Kale Berg bij Baargem, daar wordt nagedacht over een natuurbegraafplaats. Dat is de beheerstichting van dat bos daar, want die heeft geld nodig om dat te onderhouden. Mm-hmm. En die denkt dat door zo'n natuurbegraafplaats 60 jaar te kunnen, financieel te kunnen regelen. Maar op het allerlaatste moment, toen eigenlijk de hele procedure al klaar was, hebben zich toch heel veel mensen gemeld die dat niet willen. Dus een stichting Red de Kale Berg, die zeggen 360 volgens mij steunbetuigingen te hebben. En de gemeenteraad die was eigenlijk al klaar met die planologische procedure, bestemmingsplan. Ja. Over 14 dagen moet daar een klap op gegeven worden. Maar nu gaan toch een aantal fracties twijfelen, omdat ze toch wel onder de indruk zijn van de weerstand die er uit Baargem en omgeving komt. Zijn die goed geïnformeerd over wat het betekent dan, zo'n... Ja, goed geïnformeerd. Het heeft in dit geval 2 betekenissen. Want de mensen vinden dat ze pas in het laat stadium erachter kwamen wat de plannen waren. Mm-hmm. Dat is deels hun eigen schuld, moet ik zeggen. Maar ze zeggen ook dat die stichting niet voldoende zijn best heeft gedaan om de mensen te informeren. Ja, ze hadden 2 kanten natuurlijk aan het verhaal. Precies. We gaan snel door. Ja, we gaan door. We hebben een Lochemse schrijfster. Die dat vind ik heel erg leuk. Ja. Rachel van Garanten heet ze. En dan hoop ik niet dat ze Rachel genoemd wil worden, maar voor mij heet ze Rachel. Zo moet ik het denk ik uitspreken. Die heeft een debuutroman gepresenteerd. Die is gisteren uitgekomen. Ja. En die heet Het Schuilhuis. En er is een villa aan de Baargseweg in Lochem. Die staat een beetje model. Hoewel het idee zat al eerder in haar hoofd, mm-hmm. vertelde ze. Maar die villa past daar zo mooi bij. Ja. Ik heb de proloog en het eerste hoofdstuk mogen lezen en het is heel goed, mooi geschreven. Dus het smaakt naar meer. Ja, ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig. Ja. En er staat in de Belkaborden van deze week staat een groot interview met haar. Okay. Door mij zelf geschreven. Zeg ik er dan maar bij. Ja, door mij geschreven. Ja. Okay. Nou, iets luchtiger. Gorssel. Ja. Voetgangers en fietsers die kunnen vanaf zaterdag 24 april weer het heen en weer krijgen.
En dat is geen belediging voor die mensen, maar dat betekent dat het Dommelholz veer tussen Gossel en Willep weer gaat varen. Oh, ja. En daar kun je met je fiets of te voet kun je daar oversteken tussen die twee plaatsen. En aan beide kanten van de IJssel kun je heel mooi wandelen en fietsen. En alleen het voorlopig kunnen er maar maximaal 12 mensen per keer mee, omdat ze mogen niet te dicht bij elkaar zitten. Dus is het daar zo druk dan? Ja, vaker. Dus dat is een hele drukke route, vooral in de zomer als vakantietijd en zo. En, door die 12 mensen per tochtje, dan moet je misschien even wachten. Ja. Maar het is geen straf als je aan de kant van de IJssel staat, denk ik. Nou, nog eentje uit de gemeenteraad. Lachgas en miauw miauw. Heb je wel eens van miauw miauw gehoord? Ja, wel wat de kat zegt, maar niet wat jij bedoelt. Dat schijnt een zogenaamde designer drug te zijn. Mm-hmm. Dus een pilletje waar je knijterstoot van schijnt te worden. Maar sommige mensen worden er ook knijtergek van. En die worden dan een gevaar voor hun omgeving en de openbare orde. Dus de gemeenteraad van Lochem die wil daar eigenlijk van af. En ze hadden gehoopt dat Den Haag een regel had bedacht dat dat verboden wordt. Dat doen ze niet in Den Haag. Dat duurt nog maximaal een jaar voordat ze zich daarover gaan buigen. Zei ik maximaal. Ik bedoelde minimaal een jaar voordat ze daarmee bezig gaan. En dus zegt de raad van tegen de burgemeester, die over de openbare orde gaat, van regel jij dat is dat hier in Lochem tijdens evenementen en op, in de openbare ruimte niet meer gebruikt mag worden. Waarvan de burgemeester zegt, ja, dat is lastig. Ik kan niet zomaar dingen verbieden. Maar hij gaat nu. Er is een periodiek overleg met andere burgemeesters uit de regio, gemeente en de politie. En daar gaat hij het nu inbrengen om te kijken wat ze kunnen doen om dat gebruik daarvan te bestrijden. Ja. Want dat spul is namelijk, valt niet onder de opiumwet, dus dat is vrij verkrijgbaar. En ook middelbare scholieren kunnen daar kennelijk vrij maar makkelijk aan komen. Ik bedoel, ik snap dat er gedeeld wordt in dat spul waarschijnlijk, maar. Maar daar wordt dus heel makkelijk in gedeeld in dit geval, omdat het niet strafbaar is. En dus er lopen er allerlei mensen met dat spul op zak en verkopen dat ook heel makkelijk kennelijk. Dus. Nou, ja, dat is minder nieuws. Miauw, miauw. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik je bekennen. Maar. Nee, ik ook niet. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Dankjewel, Henry. Gaan we lekker door met de rest van het programma. De volgende gast is Valerie van Dijk van tuinderij De Veldhof in Joppe. Het is een tuinderij met een zelfpluk, een veldwinkel. Er worden workshops gegeven en kinderfeestjes. En sinds kort is er ook een stukje grond dat door een basisschool wordt gerund. Ja, Valerie, hartstikke leuk dat je er bent. Ongeveer 6 jaar geleden ging bij jou de knop om, toch? Ja, ik had een kantoorbaan en dat was toch niet helemaal zo mijn ding. Ik woonde in de Radstad en een kind en een man. En dan ga je toch denken, ja, is dat het leven wat je wil? En toen kwamen ze een keertje hier een weekendje in Barchem en dachten, wauw, wat mooi. Nou ja, kort verhaal, permacultuuropleiding gedaan en dit project in Joppe begon. En ik vond het ontzettend leuk en ik mocht eraan meedoen, dus toen ging het van start. Ja, superleuk. En want je vertelt even heel snel opleiding permacultuur gedaan. Maar er zitten heel veel mensen te kijken en die weten waarschijnlijk helemaal niet wat het is. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou ik wist ook niet wat het was. Maar permacultuur staat voor permanente agricultuur. Het is een ontwerpprincipe waarbij je zoveel mogelijk de natuur kopieert. En dat je een stuk zo inricht dat het gezond blijft en dat je er ook voedsel uit kan halen, maar dat je de bodem bijvoorbeeld niet uitput. Dat klinkt heel goed. En vooral ook omdat je zegt van nou, we hebben eigenlijk geen gif nodig. Hè? Niemand. Bestrijdingsmiddelen. Nee, maar jullie weten dat. Kun je een voorbeeld noemen van iets waarvan je zegt van nou, normaal gesproken kan dat best wel een lastig ding zijn, hè, als je groenten verbouwt. Maar als we dit of dat doen, dan hoef je geen pesticiden te gebruiken. Nou ja, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Het staat of valt met biodiversiteit. En als je kan je voorstellen, als je een akker vol met mais hebt, dan is dat eigenlijk heel kwetsbaar. Het is allemaal hetzelfde gewas, niks ondersteunt elkaar. En dan heb je eigenlijk pepmiddelen nodig om dat in stand te houden. De bodem wordt soms ook best wel uitgeput, moet weer aangevoerd worden. Bij permacultuur kijk je naar planten die elkaar ondersteunen. Dat kan ook bij eenjarigen zijn, maar het kan ook bij meerjarige planten zijn. Dan werk je met gildes en zorg je ervoor dat allerlei stoffen aangevoerd worden. Dat er insecten aangetrokken worden, bepaalde insecten weer afgestoten. Op die manier breng je dus balans in een systeem. En nou heb je 1,7 hectare en ik vroeg me af, is dat genoeg? Maar dat is het wel, hè? Want jullie leven daarvan met ongeveer 40 gezinnen.
Ja, we zijn nog aan het groeien. We hebben een constructie waarbij we volledig vanzelf oogst uitgaan. En er staan overal bordjes met uitleg wat het is en hoe je het oogst. En er zitten mesjes dan in een mandje naast. En je pakt het gewoon, je oogst wat je nodig hebt en je gaat weer naar huis. Zo makkelijk is het. Ja. Hey, en die zelfoogst is natuurlijk heel erg leuk. Dus vanaf wanneer kun je dan gaan oogsten? Is er nu al wat je van het land af kan halen? Ik heb nu sinds kort een tunnelkas. En dat maakt dat ik ook het seizoen kan vervroegen. Die staat vol met sla, andijvie, paksoi, Chinese kool, koolrabi, radijs, wortel enzovoorts. We zijn nu buiten ook al heel veel aan het planten en zaaien, aardappels. En doe je dat dan ook samen met die deelnemers of staat dat los van elkaar? Dat staat los van elkaar. Af en toe organiseer ik wel een meewerkdag en die het dan leuk vindt om mee te helpen is van harte welkom. En de school heeft ook een stukje tuin, hè? Ja, de Vullerschool uit Gorssel is net begonnen. Die hebben een eigen stuk en daar gaan ze hun eigen groenten verbouwen. En die wordt gebruikt voor hun schoolkeuken. Ja, superleuk. Ook die schoolkeuken is trouwens ook wel weer heel erg leuk dat ze dat doen. En wat is nou precies een voedselbos? Want dat heb je ook. Ja, het voedselbos is in wording. De moestuin is meer ingericht op eenjarige groenten. En het voedselbos is eigenlijk een beetje het verlengstuk daarnaar. Waar je ook nog meer noten gaat krijgen en andere gewassen. Het gaat uit van een gelaagd systeem, 7 lagen. Waarbij je van kruidlaag tot kroonlaag eigenlijk heel efficiënt die ruimte benut. Ja. En de gewassen elkaar of de planten elkaar weer ondersteunen. Alleen dan gaat het eigenlijk ook vanzelf als het eenmaal er is. Ja, in het begin heeft het wel wat aandacht nodig. En daarna gaat het min of meer vanzelf. Hey, wat fascineert jou hier nou zo aan? Ja, dat is een goede vraag. ik denk persoonlijk dat de reguliere teelt, dat niet helemaal zo houdbaar is en ook niet zo duurzaam. En dat maakt dat ik toch denk van iedereen kan ook daar zijn best voor doen om te laten zien dat het anders kan. Omdat je echt heel erg kijkt naar hoe je het bodemleven kan verbeteren. Je probeert ook zo min mogelijk het bodemleven te verstoren. Mm-hmm. Ik ploeg bijvoorbeeld niet. Ja. Waarom doe je dat niet? Want heel veel mensen snappen dat niet. Waarom je die grond met rust laat? Nou ja, elke verstoring is gewoon een enorme aanslag op het bodemleven. En dat heb je dus nodig om een gezonde grond te krijgen die ook die gewassen gaat voeden. In de basis merk ik wel als je de bodem met rust laat en aan de bovenkant heel veel voedingsstoffen toevoegt, bijvoorbeeld compost, dan geef je het een enorme boost en dan heb je eigenlijk heel snel balans. Hey, en als er nou mensen zijn die zitten te kijken en denken van, nou, ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk. Ik wil wel een van die deelnemers worden. Ik wil wel lekker oogsten. Waar kunnen ze zich dan inschrijven? Via de website tuinderijdeveldhof.nl/deelnemen. En er is volgende week zondag ook een informatiemiddag inloop. Nou, dan wil ik het daarbij afsluiten. Dankjewel Valerie en heel veel succes met alles. Dank je. Volgende gast begon ooit aan de TU in Delft. Heeft een carrière van 25 jaar in industrieel ontwerp achter de rug. Is uitvinder, productontwikkelaar en heeft in samenwerking met de Universiteit in Wageningen een alternatief voor eiwitten gevonden. Hij heeft als kok gewerkt en ontwikkelde in 2004 helende muziek op basis van kwantumtechnologie. En tegenwoordig bakt hij vooral zijn heerlijke brood. Gijs Zijlstra van Oxerbrood uit Epse. Nou Gijs, wat een mond vol. Ja, dat heb je goed gezegd. Ja. Hoe kom jij nou vanuit die wetenschappelijke wereld als bakker in Epse terecht? Vertel. Nou, eigenlijk heel simpel. De vorige bakker die hield ermee op. En toen kwam ik bij de winkel waar hij zijn brood verkocht. En ik was op dat moment was ik kok. En dan was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dus toen vroeg de winkel aan mij van, goh Gijs, is het niet wat voor jou om dat over te nemen? En ik kwam vaak bij die bakker. Ja. En dan hadden we het altijd al over wat hij allemaal zou kunnen. En, daar had je al een bepaald beeld bij. Ja, nou ja goed, als productontwikkelaar dan zie je natuurlijk allerlei kansen en mogelijkheden. Die achteraf inderdaad wel kansen waren, maar helemaal niet zo voor de hand liggend waren. Er speelt natuurlijk veel meer dingen een rol. En dus toen ben ik met de vorige bakker in gesprek gegaan. En die zei van, nou, je kan het overnemen. En dus toen heb ik een week meegedraaid. En heb ik bij hem gekeken. En toen is hij binnen gaan zitten. En toen ben ik het een week gaan doen. En toen zei hij, ik ga op vakantie, dus succes. Succes ermee. En
Ja, toen moest ik. En hoe ging dat dan? Want nou, hij ging op vakantie en toen ging je door met wat hij altijd deed. Ja. Ja. Dus ik heb precies hetzelfde productassortiment wat hij heeft, dat doe ik nu ook. Ja. En daar probeer ik wat te variëren op het thema. Dus wat hetzelfde soort deeg, maar in andere vormen, met andere zaden erop. Of proberen te verbeteren. Ik kijk heel veel YouTube-filmpjes en andere bakkers. Het is een hele andere, nieuwe wereld. Ja. Daar gebeurt heel veel. En daar leer ik heel veel van. En dan probeer ik dat toe te passen. Ik ben in die zin wel echt een ambachtelijke bakker. En ik kijk ook echt veel verder nog terug van hoe vroeger gebakken werd. Omdat ik echt op zoek ben naar de echte intense smaak zoals we dat van vroeger kennen eigenlijk. Ja, en die heb je gevonden. Ja. Is het nooit goed genoeg? Ja, dat klopt. Ik heb wel een heel hoog kwaliteitsniveau. En bovendien, als je er altijd mee bezig bent, dan vergeet je eigenlijk wat de standaard is. En daarom is het wel eens goed dat klanten tegen mij zeggen hoe tevreden ze ermee zijn. Ja. Want dan kan ik wat minder perfectionistisch kan ik me daarmee bezighouden. Ja. Het onderdeel van het brood, het ingrediënt waar het ogenschijnlijk het minste aandacht voor is, mm-hmm. dat is het water. Oh, en ja. Zoals je waarschijnlijk wel weet, is water heel belangrijk in ons lichaam, overal op de wereld. En dus je kan op een heleboel manieren kan je water positief beïnvloeden. En, maar water is toch ook al oké van zichzelf? Jawel, maar vroeger was bijvoorbeeld water, dat had veel meer beweging. En tegenwoordig gaat al water door de waterleiding. En daar zitten allerlei medicijnenresten in. En het water is eigenlijk heel doods. En als je bijvoorbeeld de theorie van meneer Schauberger uit het begin van de vorige eeuw, dat is een tijdgenoot van Steiner, die heeft het altijd over de beweging van het water, daarmee inspireer, dus dan krijg je de spiraal, inspireer je in het water en dan komt het water in een hoger energie, op een hoger energieniveau. Ja, en dat proef je dus echt in jouw brood? Ja, nou dat zou ik hopen. Maar het heeft eigenlijk meer te maken met hoe mensen het ervaren ook. Ja, het is de beleving eigenlijk van het brood. Precies. Het is Want niet... kun je het eens door midden snijden, laten zien van hoe ziet het eruit? Dit is een dezenbrood, dus dat is zonder gist. Ja. Dus dit is een natuurlijk gegist brood. En ik denk, kijk even naar de camera, mag die daar even in beeld? Daardoor krijg mag ik een stukje proeven? Ja. Wat wil je hebben? Dit is een bruin. Het lekkerste. De lekkerste. Dat is wel lekker. Want waar kunnen mensen dit brood kopen? Nou, je kan dit kopen bij winkels in Gorssel en in Harfsen en in Zutphen. Nou, als mensen hiervan willen genieten, dan kunnen ze in ieder geval op alle adresjes die net genoemd zijn dit lekkere brood kopen. Het smaakt echt heerlijk. En bij mij natuurlijk zelf. Ook. En bij jou zelf. Ja, ik breng het langs. Ook en hij brengt het langs. Woensdag en zaterdag. Gijs, dank je wel dat je hier wilde komen vertellen. Heel fijn, dank je wel. In een goed gesprek met gaat Deborah Metz in gesprek met een gast uit de gemeente Lochem. En deze keer is ze op bezoek geweest bij Bob van het Klooster uit Gorssel. Hij maakt namelijk het drankje kombucha. Nou, ik had daar nog nooit van gehoord. Maar ik heb toevallig een kratje hier staan en ik zie al dat er heel veel verschillende smaken zijn. Dan gaan we zo eens even lekker proeven, maar we gaan eerst kijken naar het filmpje. Wij zijn hier vandaag bij Bob van Bob Kombucha. We zitten hier naast jouw zeecontainers. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat kombucha is. Zou je dat in het kort kunnen uitleggen? Ja, kombucha. Kombucha is een alcoholvrij drankje. Gemaakt op basis van thee. Thee die je fermenteert. Thee fermenteren doe je door thee te zetten, er suiker aan toe te voegen en dan daar een zwammetje op te leggen. Dat zwammetje dat is eigenlijk een bacterie en een gist in één. En dat
gaat de suiker in de thee opeten en dan krijg je kombucha. Er ontstaan eigenlijk allerlei smaken in dat fermentatieproces die voor de bijzondere, iets wat zure smaak van kombucha zorgt. En dat niet alleen. Het zorgt ook voor wat we noemen probiotica. Dat zijn allemaal gezonde voedingsstoffen die ook in het drankje terechtkomen. Ik ben eerst begonnen met appelsap maken. En appelsap ben ik gaan fermenteren. Dat werd toen cider. Ja. En van lieverlee ben ik me daar eigenlijk in gaan verdiepen. En heb ik gemerkt hoe ontzettend leuk het is om je eigen eten te maken. En toen ben je bewust overgestapt naar een alcoholvrij drankje. Ja, klopt. Ja, dat heeft inderdaad te maken met het feit dat ik inderdaad ook graag iets drink waar geen alcohol in zit. Ik heb ook jonge kinderen. Ik vond het ook belangrijk dat ik niet alleen maar met alcohol bezig was, maar ook een drankje maakte wat ik voor hun neus kon zetten. Ja. En dat kan uitstekend met kombucha. Als ik een slokje kombucha neem, mm-hmm. dan geeft mijn maag positieve feedback aan mijn hersenen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik vond het een hele intrigerende zin dat ik denk van... Ja, ik denk dat er een enorme verbinding is in je lichaam tussen je maag en je hersenen. Ik denk dat iedereen dat eigenlijk wel beseft. Misschien sta je er niet altijd bij stil. Maar eten heeft een direct effect op je gestel, hoe je je voelt. En als ik een slok van mijn kombucha drink, dan ervaar ik dat heel sterk. Ja, dan denk ik, lekker. Dit geeft een goed gevoel. Wat is jouw keuze geweest om kombucha te gaan maken? Waarom geen golflera of... Mm-hmm. Ja, of iets dat anders had ik ook te doen. Kunnen doen. Ja. Nou, ik ben wel geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke processen. En ik denk zelf dat de transitie, dus de verandering die we als mens aan het doormaken zijn om weer op een nieuwe manier de verbinding met onze omgeving aan te gaan. Met de natuur bedoel ja, je? Ja, met de natuur. En ook omdat die balans er in heel veel opzichten nu niet is. Ja. Is iedereen weer op zoek naar die balans en hoe gaan we die weer herstellen? En ik denk dat eten en eten maken en praten over eten en je zoektocht naar eten, dat ook een hele belangrijke rol daarin vervult. Dus voor mij is dit ook mijn manier om met dat vraagstuk om te gaan. Dit is een kombucha zwam. Ja, dat is een zwam. Dus deze leg je op de thee. Ja, hier zie je iets gezakt omdat hij eigenlijk alle suikers al opgegeten heeft. Als je dit drinkt is heel zuur. Ja. Maar hier binnen in deze keet ligt hij dus op de kombucha. Ja, maar daar is die heel groot. Ja, heel groot. Haal je op een gegeven moment daar dan weer een stukje van af om dan ooit weer eens een nieuwe zwam te... Hij groeit enorm snel. Dus je kan... En hij neemt zeg maar de vorm aan van de omgeving waar die in zit. Dus daarom is die op deze vorm. Bijna rond. Ja. En hier binnen neemt hij dus dat hele oppervlakte van die ketels in. Ja, en wat je nu niet goed meer ziet, maar het zijn eigenlijk meerdere laagjes. Dus elke fermentatie maakt hij weer een nieuw laagje aan. Ja. Ja. Oké, we eventjes hier kijken. Iets warmer dan kamertemperatuur. En daar doet de kombucha het goed op. Dus in deze vaten zit de kombucha. Ik weet niet of je het kan zien, of je genoeg licht hebt, maar als je hier inkijkt... Zie je de zwam erop liggen. En als het heel koud buiten is, dan is het hier ook een paar graden kouder. En dan duurt het iets langer. Dus daar hou je natuurlijk rekening mee. Ja. Maar met een week of twee, drie ga ik inderdaad een keer proeven. En dan beslis ik, oké, nu is het moment daar. Dan gaan we bottelen. En dan doen we tak je het af en dan bottel je in de... Ja, dan gaan we de slangen leggen we eraan. En dan pompen we het naar de andere kant. Laten we daar even kijken. Gaan we daar even kijken. Ja. Gaan we naar hiernaast. Ja, doe maar dicht. Zo, belangrijk. Dat het kombucha goed blijft. Yes. En dan hier. Ja. Nou, dit is de theeketel. De ketel waar we de kombucha in zetten. Dus de thee, warme thee. En dan wordt de suiker hierin verzadigd. En dan... pompen we de thee naar de overkant toe. Ja, waar we net waren. Ja, ja, we laten het eerst trouwens nog afkoelen in deze ketel. In deze grote ketel. Het moet op kamertemperatuur zijn voordat het overgepompt kan worden. Ja. En dan, als het gefermenteerd is, pompen we terug. En dan gaat het hier naar de vaten toe. Hier maak ik ook mijn blend. Dat is de Kombucha Original.
Puur natuur. Puur natuur, ja. Dit is gewoon echt rechtstreeks uit het vat, zeg maar. Ja. Het heeft het is een klein beetje gefilterd, zeg maar, dat is het enige. Dan heb ik er eentje met gember. Dus hier wordt verse gember aan toegevoegd. En in die vaten heeft die gember wat tijd nodig om, zeg maar, de smaak aan te nemen van de kombucha. En dan daarna filter ik hem en dan gaat hij... Dus deze duurt net iets langer omdat de smaak er nog toegevoegd kan worden. Ja. Je ziet ook dat hij net een andere kleur heeft, hè? Ja, net iets donkerder. Ja. En dan heb ik nog een framboos, limoen en munt zit hierin. Dat is de kombucha framboos. Ja, die is misschien het meest toegankelijke, zeg maar. Die is iets zoeter. Een beetje fruitig en zo. Ja. Dat is ook een goede combinatie met kombucha. Beetje zoetzuur. Ja. Dit is jouw basis. Experimenteer je af en toe? Ja, klopt. Dit zijn mijn smaken die ik het hele seizoen door maak. En dan heb ik ook nog een seizoenssmaak. Vlierbloesem in het voorjaar. Oh, lekker. En chai in de winter. In de winter. Ja. Ja, het zijn ook lekkere combinaties, ja. En de vlier, die pluk ik hier, zeg maar, gewoon in de buurt. Eigenlijk allemaal wel heel erg lokaal. Ja, dat is wel heel erg leuk. Ik bedoel, die vlier is echt het meest lokaal, omdat ik dat natuurlijk gewoon langs de weg pluk. Nou, ik heb nou zoveel van die kombucha gehoord. Ja, ik heb eigenlijk wel zin om diezelfde feedback via mijn maag naar mijn hersenen te laten verlopen. Oké. Okay. Heb je een glaasje voor me? Ja, gaan we doen. Gaan we even proeven. Ik zal het even meenemen. Laten we even dan daar gaan zitten, denk ik. En dan hebben we ook glaasjes. Ja. Nou, dan gaan we even wat proeven. Oh, het is een heel ander kleurtje. Ja. Grappig is dat. Ja. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, proost puur natuur. We staan weer buiten in de regen. Dankjewel voor dit prettige gesprek. En proost. Ja, dankjewel. Nou, dat is erg leuk dat jullie langsgekomen zijn. Lekker. Ja. Wie had ooit gedacht dat we hier in Lochem zouden kunnen genieten van wijn uit eigen streek? Inmiddels begint dat heel gewoon te lijken. Ik praat met Hans Wiggers uit Joppe en Gerrit van der Poel uit Laren over druiven, wijn en hun wijngaarden. En jullie hebben van alles meegenomen. Ik word er altijd heel erg blij van. Ja, mooi. Als ik dat zo zie met die glazen, dan denk ik gelijk, gaan we proeven. Ja. Maar laten we eerst eens even beginnen, want... Ja, Gerrit, je komt uit Laren. Ja. En Hans uit Joppe. Ja. En jullie kennen elkaar ook heel goed. Want je vertelde net al, ik heb het bij hem ook wel een beetje geleerd. Hè? Dat ik wel met vragen bij Gerrit ben geweest. Hoe zijn jullie nou in die wijnwereld terechtgekomen? Nou, weet je, we hebben vroeger altijd aan de rallysport gedaan. En daar kwamen we veel... Dat lijkt helemaal niet op. Ja, dat lijkt er helemaal niet op, maar zo begint het eigenlijk wel. Hè. Maar er kwamen we veel in die Oostbloklanden. En zeg maar, die wedstrijden waren ook meestal tussen de wijngaarden. En op een gegeven moment kom je een beetje met die mensen aan het praten. En je neemt eens een druifje mee. Ja. En dan komen de druiven aan. En dan op een gegeven moment hoor je dat er ook druiven die geschikt zijn voor ons koude klimaat. En voordat je het weet, heb je een hectare druiven. Ik vind dat toch wel een bizar verhaal. Want ik hou ook wel van wijn, maar ik heb niet, voordat ik het weet, een hectare druiven. Nee, maar op een gegeven moment begin je eraan. Ja, je neemt een plantje mee en je koopt het aan. Doe je dat dan eerst in de tuin eens proberen? Of? Ja, we hadden eerst een klein wijngaatje en op een gegeven moment hebben we gewoon groter gedaan. En dat ging wel goed? Ja, wel, op zich wel, ja. Op zich? Ja, op zich wel. Ja, het is gewoon heel veel werk. Ja? Dus daar kijk je in het begin een beetje op. Want, in het begin wil je graag een wijngaat hebben, maar je moet het eerst allemaal terugsnoeien. En... Maar ja, als wijnboer wil je toch graag druiven eraan hebben. Maar als dat één keer aan het groeien is, dan weet Hans ook alles van. Je snoeit je helemaal binnenste buiten hoor. Ja. Maar goed, via de rallywereld kwam je in de wijnwereld terecht. Ja. En hoe was het bij jou? Ja, bij mij was het eigenlijk is het gekomen door de boeken van Ilja Gort. Ja. En die las ik op Oldenay, dat is een eiland net voor de Franse kust. En we voeren een boot vanaf Bilbao naar Nederland. En toen kregen we heel slecht weer. Maar hoezo voer je op een boot? Ja, die boot die is weer van familie. En die wordt dan ingezet om zeg maar, de hypotheek van de boot te kunnen betalen in de winterdag. Oké. Okay. En daar is eigenlijk een whiskyreis ontstaan. En omdat ik een malt whisky liefhebber was, zijn we daar naar Schotland getogen. En daar hebben we 2 jaar gevaren zonder bijna publiek. En toen zaten jullie dus Ja, en toen kwam dat vast verhaal van die wijngaard naar voren. Ja.
En daar kwamen allerlei speculaties om crowdfunding te gaan doen of je stokken te verpachten. Maar dat vond ik helemaal niks. En ik ben ondernemer en ik wil het zelf doen. Ja. Dus dat was van de tafel geveegd. Maar en toen kon ik een stuk grond kopen en toen, toen begon het te komen. Toen ben ik wel een keer of vier langs de Brokken heen gereden. Ja, dat was wel leuk inderdaad. Voordat ik de stoute schoenen aan durfde te trekken om naar binnen te gaan. Ja, dus het vooronderzoek om te vragen of ik kon helpen met snoeien en wat er allemaal moest gebeuren. Ja, maar het was wel leuk toen Hans kwam bij haar. Ik was in de wijngaard bezig en ik kwam iemand aan. Toen zei ik, hey, die ken ik ook. Zeg, hey Hans. Hans, hey, wat leuk. Zeg, hey Gerrit, ik ga de wijngaard beginnen. Ja. Ik zei, wauw. Dat is wel leuk, ja. Zijn jullie dan concurrenten nu inmiddels? Nee, helemaal niet. We noemen dat collega's. Ja. Jullie druiven zijn goed gaan groeien. Jullie konden uiteindelijk wijn gaan maken. En wat voor soorten wijn verkopen jullie? Lekkere wijn. Lekkere wijn? Het zijn resistente rassen voor het koudere klimaat. Ja, want daar heb je dus wel rekening mee moeten houden. Ja, daar hou je wel rekening mee. En ik maak mijn wijnen niet zelf. Ik breng de druiven naar Bentelo en daar wordt onze wijn gemaakt. En gaat het bij jou ook ja, zo? Ja, we hebben dezelfde wijnmaker. Oh ja. Dus je zorgt ervoor dat de druiven goed zijn, dan worden ze gehaald. Ja, je moet je basis moet je zo. Of je moet wel zelf oogsten. Ja, je basis moet al goed zijn. En je druiven moeten goed zijn, want zeg maar, hun kunnen van slechte druiven geen goede wijn maken. Nee, dat is logisch. En je hebt een ontzettend leuk etiket op de champagne zitten. Wil je dat nog even vertellen? Dat is de handwijzer. Ik ben de oude eigenaar van Café Slagerij de Zespronk. Ja. En dat was ons symbool op de suikerzakjes vroeger, toen mijn vader en moeder het bedrijf runden. Ja. En daarna zijn wij ermee aan de slag gegaan, 35 jaar. En jouw vrouw staat ook nog op deze fles, hè? Dat klopt. Kun je dat laten zien? Ja, mijn vrouw die staat op de achterkant altijd. En dat staat ze al jaren. Nee, maar vroeger dan was het, wij hadden heel veel barbecues aan de zaak. En dan maakte ik mooie schalen op met vers fruit. En dan met het verhaal zei ik al, en wat Dies meer zei. Want zij heet Dies. Zij heet Dies. Ja, dat is toch lief. Ja, wat leuk. En jij hebt ook een wijn meegenomen. Ja. Wat heb je meegenomen? Dit is onze rode wijn. Onze rode wijn, dit is 2016. Marberrood. Ja. En waar komt Marber? Ja, de Marber, we hebben een keer, zeg maar, toen we pas begonnen en, met een open dag, een prijsvraagje uitgeschreven van, om een naam voor onze wijnen te bedenken. Ja. Toen kwam dit er ook uit. We zijn al gewoon de voornamen van onze kinderen, Marieke en Berend. Hey, ik wil wel zo'n marberroodje even een heel klein inimini slokje proeven. Dat kan, zeker. Ik had erop gerekend, ik heb de opener al meegebracht. En dan sluiten we bij deze ook het item af. Maar we gaan natuurlijk eerst eens eventjes lekker proeven. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat smaakt. Dat Larense. Ja, die Larense druif. Goed. En mag ik ook een slokje van de Jopanje proeven? Luister, kun je het plopje horen? Ja. Oh, dit is zo mooi dit, hè? Dat vind ik het mooiste van de kurk. Dat is ook een mooi geluid. Hans, wat doe je ook net? Ja, natuurlijk. Je en weet moeten niet we hem nog even walsen? Ja, dit is wat mooiste elk. Je moet even, elk moet, als je een rode wijn drinkt, moet je hem een uurtje van tevoren elk even losdoen. Ja. En het mooiste is dan als je hem eventjes door het glas heen was, dan komen de geuren er mooi uit. Even met de neus erin en ruiken. Ja. En dit is een wijn die heeft op een half jaar op hout gelegen. En als je hem nou opdrinkt, dan moet je hem ook naar binnen halen met... ik denk ik slok ervan. Ik slok er ook van. Ik had een heel ietsje klein wipje gegeven. Ja, dat wint de rotsrekken. Ja, dat is een mooie. Wat moest ik doen als ik hem droog? Oh ja, ik begin altijd gelijk een ding. Slurp, hè? Ja, even slurpen, veel lucht naar binnen en elk in de mond een beetje opwarmen. En een beetje in de weer gooien en dan nog doorslikken. Ja, dat zeggen met de proeverij ook altijd. Zeg maar een goed slurp en meestal dan verstikken ze zich wel een man of drie. We gaan zo die, oh lekker. We gaan die Jopanje ook even proeven, maar dat doen we straks. Dankjewel dat jullie er wilden zijn. En voor mensen thuis, proost. Ja, dan is het nu tijd voor muziek. En vandaag zit bij mij aan tafel Daan Kien. Ook wel, ja, de moeder van. Klinkt als een stom. Nee, maar Jasmijn hebben we natuurlijk in de uitzending gehad.
een x-aantal afleveringen geleden. Was al superleuk. Ja. Hè? Ze speelde in de Luizenmoeder. En vandaag ben jij bij ons te gast. Ja, de moeder die geen werk had. Ja, dat vertelde ze toen. Het is natuurlijk best wel lastig geweest voor jou de afgelopen tijd. Want vertel eens even, wat doe jij normaal gesproken? Ja, ik ben zangeres, theatermaker. En de laatste periode, zeker 8 jaar van tot nu, in de kleinkunst. Ja. Hoek. En nou mag je niks meer. Nee, we mogen niet. Nee. Vreselijk. Nee, dat is inderdaad een grote impasse. Ik ben onder de steen gekropen vorig jaar. Ja, en je bent wat anders gaan doen ook. Iets heel anders. Ja, omdat er behoefte is om ook te werken en toe te voegen. Ja. Er zit meer in mij dan dat alleen. Ben ik in de zorg beland als tandartsassistent. Ja. Het is wel altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Ja, die kreeg ik ook meteen om mijn oren geslingerd. Ja. Hey, maar je bent hier natuurlijk niet zomaar, want we hadden jou gevraagd of je wilde komen. Ja. En toen heb je wel ja gezegd. Ja, ik moest even twijfelen, omdat ik dacht, wat kom ik dan hier brengen? Ik heb op het moment niet een eigen liedjesprogramma te verkopen, want de urgentie is er niet. Ik weet ook niet wanneer we weer mogen. Nee. Dus tot die tijd blijf ik lekker rustig op mijn erf tussen de kippen en de konijnen en de loopeenden en de schapen. En toen dacht ik, nou, daar ligt al wat raakvlak met deze uitzending. Permacultuur gaat mij aan het hart. We zijn zelf ook begonnen in onze eigen wei. En deze plek helemaal, Museum Staal. Ja. De heer Staring, die hier eigenlijk zijn leven en zijn denkwijze zijn hier vormgegeven. Ik heb het museum nog niet eens bezocht. Dat ging ik doen naar aanleiding van de uitnodiging om hier te komen. Ja. En het dorp ken ik al, want ik woon in Gorssel. En ik wist ook dat ik zou gaan. Maar helaas mogen de musea en de theaters niet open. En wordt het dus ook wel wat moeilijk gemaakt. Ja. Dus ik gun dat op korte termijn ook weer gaat gebeuren voor die branches. Ja. Want we hebben voeding voor de ziel nodig. En ook, we moeten eigenlijk geïnspireerd raken. Juist door mensen die in een heel andere tijd geleefd hebben, zoals Staring. Ja. En bij jou begonnen van alles te borrelen. En je hebt een... Ja. Je hebt iets voor ons meegenomen, hè? Wat je hebt geschreven. Ja, want ik reflecteer op papier, dus ik schrijf korte tekstjes hier, af en toe als het bij mij opborrelt. En wat heb je meegenomen? En nu heb ik iets meegenomen, omdat ik zag dat meneer Staring als romanticus ook veel van zich afschreef. En de gedichten zijn uiteraard bewaard gebleven en hier vormgegeven. Dacht ik, pak ik ook een stukje tekst om misschien mensen... de spiegel voor te houden. Ja. En, begin, en het is ook getekend, het is opgetekend vanuit mijn moment van bezinning toen ik onder die steen ging in maart. Toen al mijn werk stil kwam te liggen en echt gutsgewijs afgebeld werd. Want we mochten niet meer samenkomen en we willen eigenlijk contact maken. We willen zo graag. We gaan naar je luisteren. Nou, komt-ie. Hoe loopt het nou af dan? Gaan we verder op dezelfde voet? Of passen we voor die overvloed? Nemen we pas op de plaats en geven we aandacht aan elkaar? Laten we tijd niet bepalen, maar mogen we stilstaan? Vaker in het moment zijn. Niet meer dat haasten dat we gewend zijn. Of streven we naar perfectie, dat natuur overstijgt, maar omarmen we het ontberen ervan? Gaan we straks weer de leegte vullen met reizen over de wereld, of blijven we dicht bij huis, omdat we niet veel nodig hebben? Kunnen we nog alleen zijn? Of voeden we de onrust met honger naar meer, meer van materie, meer van macht, meer van minachting en minder van zacht? Zeg niet dat we deze kant op gaan, maar geloof in de schoonheid van dit bestaan en geef het liefde en ruimte voortaan. Mooi. Nou, dan gaan we nu naar jou luisteren als je gaat zingen. Ja. Wat ga je voor ons zingen? Ja, dat is dan geen tekst van mij. Nee, dat maar, is van Bluff, hè? Bluff, ja. En welk nummer ga je doen? Omarmen. Mooi. Ja. We gaan ons verplaatsen en dan gaan warmte we lekker zingen. Warmte hebben we nodig, ja. Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken. Hoogstens met de tijd. En ik weet...
dat ik weg wil, maar het treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand. Hier sta ik met een uitgestoken hand. Lief, ga dan mee en omarm. Denken niets te maken, hoogstens met een wil. En het voelt alsof ik weet waar ik heen ga. En het leidt me in het donker en het spot met mijn verstand. Hier sta ik met een uitgestoken hand. Lief, ga dan mee en omarm me, omarm me, omarm me. Lief, ga dan mee. Omarm heel mijn verleden, omarmen, omarmen. Lief, ga dan mee. Omarm mijn zeven zeeën, omarm mijn waanideeën, omarmen. Je staat heeft met zwaarte niks te maken, hoogstens met de wind. Genaar van zijn eigen hazelnootkwekerij. Ja, wat fijn dat je er bent, René. En een hele tijd geleden heb ik jou al in de krant zien staan. Ja, en toen was ik zelf al heel enthousiast over jouw verhaal. Want vertel eens even, je hebt het roer omgegooid. En hoe ga jij zo van de koeien naar de hazelnoten? Hoe zit dat? Ja, dat ging niet vanzelf. Nee. Dat was een hele, het is een heel erg gevecht tussen passie en ratio. En dus dat heeft ook wel een half jaar geduurd. Degene die het meest daar invloed op heeft gehad, was de orthopeed. Die zei van, je hebt toch een versleten knie. Ah. Ga maar nadenken wat je verder met je toekomst wil. En daarvoor hadden er zich ook wel allerlei dingetjes afgespeeld. Maar
En dus dat was eigenlijk een moment dat ik dacht van ja, nu moet ik keuzes maken. En, misschien was het dan wel toch wel fijn, ja dat klinkt dan heel stom, maar dat die knie ervoor zorgde dat jij die knoop door kon hakken. Want zonder die knie was dat misschien niet zo makkelijk gebeurd. Nee, ik denk dat we dan nog weer hadden geprobeerd om het schip op de rails te houden. Ja. En dan op een andere manier weer investeren en weer diep doorgaan. En dan, en ik ben ook wel achteraf, ook, zoals we er nu voor staan, ook wel blij dat we die knoop hebben doorgehakt. En we hadden een mooie melkveebedrijf wat klaar stond om met 120 koeien en 2 robots daar 2 inkomens uit te halen. En, maar goed, ja, de minister besloot om een teldatum te hanteren die voor ons heel ongelukkig uitviel. Ja. Waardoor we nog eens een keer weer een flinke investering moesten doen. En mede gezien het feit dat wij 3 kinderen hebben die mooie studies doen, mooie diplomas halen, maar geen interesse hebben in het boerenvak. Hebben we toch besloten om de koeien weg te doen. En ik heb wel gezegd van, als ik dat doe, dan wil ik de grond die we onder het bedrijf hebben, graag beschikbaar stellen aan 2 jonge veehouders. Mm-hmm. Die samen met mij dan de toekomst in kunnen. Of in ieder geval tot ik 65 ben. Ja. En dat is tot nu toe, dat is ook zo gebeurd. En dat bevalt ook goed. En ik zie ook dat 1 en 1 ook heel snel 3 wordt. Ja, maar je hebt die hazelnootkwekerij, heb je dus niet op de grond waar je eerst met de koeien zat? Ja, dus in het verleden hebben wij ooit eens samen met mijn zus een boerderij bijgekocht. Oh ja. En daar was nog een half hectare hazelnoot, of lag daarbij. En die hebben we volgepoot met hazelnoten. En nu inmiddels hebben we ook zelf om de oude boerderij, zeg maar, ook wel wat stroken hazelnoten neergezet. Maar hoe kom je dan vanaf, hè, want je vertelde al net, je bent een echt koeienmens. Ja. Hoe kom je dan op het idee om een hazelnootkwekerij te beginnen? Nou, toen we besloten hadden van, we gaan het anders doen. En waren we op vakantie in Oostenrijk. En toen had ik het LTO-blaadje bij me. En daar las ik een artikel over hazelnoten. En dat artikel triggerde mij, want hazelnoten is een heel gezond voedsel. Ja. En het is heel veel gevraagd. Het bindt CO2 en het voegt ook nog biodiversiteit toe. En tijdens het proces dat je boer wordt, zie je dingen veranderen. En ik zag ook wel dat wij op deze manier met een race to the bottom bezig waren. Ja. En dat het anders moest. Maar ja, je hebt je hypotheek, je hebt je verplichtingen. Ja. Dus wij zaten ook in die cocon. Ja. En toen dacht jij, die hazelnoot die kan misschien leveren. Ja. Waar ik weer gelukkig van word. Ja, ja. Ja. En is dat ook gelukt? Nou, dat is denk ik wel volledig gelukt, ja. 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 Ben je helemaal vol passie nu met die hazelnoten bezig? Ja, en niet alleen met die hazelnoten, maar ook met om die transitie vorm te geven, zeg maar. Ja, en wat bedoel je dan met die transitie? Nou, dat we niet meer de natuur de wil opleggen, maar dat we gewoon weer samen met de natuur de toekomst ingaan. Ja. En dus vroeger was het gewoon kunstmest strooien, drijfmest uitrijden, veel voer verbouwen, hoge producties. Ja, om wel, toch nog wat ook wel te op een bepaalde natuurlijk manier, want we waren altijd wel grondgebonden. Maar ja. Die focus op daarop, die hebben we ook uitgevoerd. Maar goed, op een gegeven moment dan zie je ook wel dat de dingen eigenlijk niet de goede kant op gaan. Ja. En nu zijn we dus toch langzaam proberen om daar een andere wending aan te geven. Was dat toen, hè, toen je met de koeien bezig was en dat je steeds probeerde te voldoen aan alle eisen, ook iets waar je last van had van of het goed was voor de omgeving en je bijdrage daaraan. En dat je nu merkt, ik merk dat nu ik in die hazelnoten zit, dat het een soort last is die ik niet meer hoef te dragen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Werkt dat ook zo voor jou nu? Zo werkt het zeer zeker, ja. Ja. Die ruimte is er. Mm-hmm. En we kunnen dus groen denken en ook groen doen. Dus niet groen denken en rood staan, zeg maar. Nee. Dus dat scheelt ook een hoop. En dat voelt wel steeds beter, ja. En ik pak ook de kansen die er zijn. Dus je moet niet achterover gaan leunen. Dat komt wel naar je toe. Nee. Dus ik ben niet alleen met hazelnoten bezig, maar we hebben ook een hele grote moestuin. We hebben heel veel natuurlijke elementen aangebracht. Ik ben veel bewuster met die bodem bezig.
En dus op die manier geef ik daar weer invulling aan. En je krijgt het ook terug, hè, van de mensen die producten van je afnemen. Ja, zeker. En nou ja, dat merk, we hebben nu zo'n heel klein kraampje aan de weg. Heb ik ooit gekregen van mijn zwager. Ja. En ik moet wel zeggen, in die 2 jaar dat het kraampje daar staat bijna, heb ik wel meer waardering gevoeld als in 30 jaar boer zijn, zeg maar. Ja. Ja. Dus mensen waarderen wat je doet. Ze zien wat je doet. Je hebt een steeds beter verhaal erbij. Nou, en dan nemen ze ook wel je producten af. Hey, en ondertussen ben je, merk je dat anderen ook geïnteresseerd raken. Ja, zeker. Want hoe merk je dat? Vertel daar eens over. Nou, het is toch wel eens in de maand dat er een belletje komt van mogen we eens een keer bij elkaar kijken of mogen we eens een keer met je praten van hoe heb jij dat gedaan en, ja. En wanneer nam je de stap en hoe gaat het nu en ja, hoe heb je daar invulling aan gegeven? En zijn dat dan boeren die nu een melkveebedrijf hebben die bij je komen? Onder andere, ja. En wat leeft er bij hun dan? Want... Ja, ze zitten eigenlijk een beetje in dezelfde positie. Ja. Ze zien dat het niet op deze manier door kan. Maar ja, je hebt ook een heel veel mensen die het niet anders kunnen. Ja. Kijk, wij hebben natuurlijk die fosfaatrechten wel op bijna het hoogste punt verkocht. En dat financieel hebben we daar, had ik de juiste adviseur die me daar op attendeerde. Ja. En ik zie ook wel dat sommige mensen wel willen, maar gewoon heel moeilijk kunnen. En ja. Het vergt wel wat van jezelf om die stap te zetten, zeg maar. Ja. Want wat voor iemand, wat vraagt het dan van een boer om zo'n stap te durven of kunnen zetten? Ja. Ik denk dat er niks moeilijker is om jezelf te veranderen in waar je in opgeleid bent, om jezelf daarin te veranderen, om zeg maar. Om jezelf opnieuw uit te vinden, ja, alweer. Ja, dat is heel veel mensen niet gegeven. En, ja. Je hebt er ook wel heel veel lef voor nodig, hè? En dan, ja. Daarom zei ik van die knie. Ja. Ja, wat was er gebeurd als die knie er niet was geweest? Ja, nou ja, en ook de schouders met name. Dus ja. Fysiek, als het fysiek ja. niet was geweest, dan ja. was ik gewoon doorgegaan. Ja. Dan hadden we misschien weer een stukje grond verkocht, fosfaat gekocht. Ja. En hadden we weer... Goed, daardoor snap jij die boeren denk ik ook wel heel erg ja, goed. Ja, ik snap het heel. En ja. ben je juist echt ook wel de aangewezen persoon om advies ja. te geven? Ja, nou ja, maar ik heb ook altijd gezegd van ik wil gewoon wel die verbindende factor zijn. Ja. Dus dat je samen op weg moet naar een nieuwe manier van landbouw. Ja. Hoe lang wil je nog mee doorgaan, deze manier? Nou, met die jonge boeren heb ik afgesproken dat die dus het grootste deel van de grond tot mijn 65ste kunnen gebruiken. Mm-hmm. Dat is nu nog een jaar of 9. Ja. En in die tussentijd ga ik dus wel door met de hazelnoten en het voedselbos. Ja, en het uitbreiden van de groentetuin ja. en het opzetten van die voedselcoöperatie. Dus ik ga wel een systeem creëren waardoor lokaal voedsel gewaardeerd wordt en ook gekocht wordt. Dus ik ga mijn eigen markt creëren. Ja. Wauw. Dus. Nou, dat is wel. Je laat wel echt iets. Hè, je laat geen melkveebedrijf na, maar wel iets anders heel erg moois. Ja, dat hoop ben ik. Ben je nog naar iets op zoek waarvan je denkt, dat zou ik echt nog graag willen toevoegen? Of dat heb ik nog nodig om mijn droom uit te laten komen? Dat is een goeie. Nou, daar ben ik nu mee bezig, zeg maar. En het is ook wel een beetje ingegeven, ik heb ooit, dus misschien 12 jaar geleden, een keer een hele winter nagedacht van wat is nou mijn duurzaamheid toen ik nog melkveehouder was. Waar word ik gelukkig van? Ja. En nou ja, dat heeft ook wel een rol gespeeld in de keuze van die kerndingen was niks meer over, zeg maar. Ja. Dus ik dacht van ja, ik ben eigenlijk boer, maar ik heb er toen heel goed over nagedacht en er is niks meer van over. En nu denk ik bij mezelf, die winter dat ik daar zo goed heb over nagedacht, daar zie ik nu die kernwaardes weer, weer van terug. Ja, heb je zelf alweer teruggevonden. Ja, en dat is mooi om daar aan te werken. En dat doe je met plezier elke dag. En je maakt een mooi product, je doet het met plezier. En, en je bent bezig met waar het in de toekomst ook weer naartoe gaat, zeg maar. Ja. Dankjewel René, voor je mooie verhaal. Oké. De geschiedenis van melkveebedrijf Heink uit Exel gaat 150 jaar terug. Altijd was het bedrijf in bezit van dezelfde familie. Momenteel is al de 6e generatie aan het werk. Gerben Heink runt het bedrijf samen met zijn broer en zijn vriendin. Ja, en jullie hebben een prachtige missie, ja. hè, maar daar praten we zo dadelijk over. Want vertel eerst eens even, wat voor bedrijf hebben jullie? Hoe ziet het eruit? We hebben een melkveebedrijf, een gangbaar melkveebedrijf en we melken 160 melkkoeien. We hebben 100 stuks jongvee. En nou ja, we zijn vorig jaar de uitdaging aangegaan om onze eigen melk te verwerken tot een
een lekker en smaakvol eindproduct. Ja, en daar zien wij al wat van op de tafel staan. Klopt. Heb je meegenomen? Ik heb een aardbeienjoghurt meegenomen. Ja. Ons kenmerkende logo, oesterbroodzuivel. Yoghurt met wat aardbeien toegevoegd. Dus op zo'n manier maken we een aardbeienjoghurt en we maken ook perzikjoghurt, vanillejoghurt. Maar we hebben ook naturel smaak, naturel yoghurt. Nou, het wordt zo natuurlijk mogelijk gemaakt. Mm-hmm. We hebben wordt eigenlijk alleen zuurstof toegevoegd aan de yoghurt. En dan wordt het 16 uur laten we het staan, ja. Laten we het broeden. En nou, dan kloppen we het los en dan hebben we eigenlijk yoghurt. En voor de smaak is yoghurt vroeger wat vruchten toe. Maar we proberen het allemaal wel zo natuurlijk mogelijk te houden. Ja, want waar halen jullie dan bijvoorbeeld die aardbeien vandaan? Nou, daar hebben we een inkoopbedrijf voor waar we op de groothandel inkopen. Oké. Okay. Dus, maar wel op een natuurlijk mogelijke basis. Mm-hmm. En waar komt die naam Oosterbrook vandaan? Oosterbrook is de naam van onze boerderij. Ah, op zijn achterhoeks gezegd, eigenlijk is Oosterbroek. Ja. Maar het is Oosterbrook geworden. En nou, dat vonden wij wel toepasselijk om het Oosterbrookzuivel te noemen. Ja, mooi ja. Ja. Want is dat ook de boerderij waar het gebouw waar ja, het al 150 boerderij. Jaar allemaal ja, gebeurt? Ja, erven Oosterbroek. Ja. Ja. Daar zijn we aan de zuivel geslagen vorig jaar. We hebben een oude autogarage omgebouwd tot zuivelruimte, tot bereidingsruimte. Hij voldoet aan de gestelde eisen. Dus we moesten hem betegelen en behandelen, de wanden en zo. Voor controles, het is allemaal gecontroleerd of het op hygiënevoorwaarden alles voldoet. Helemaal volgens de wettelijke eisen. Ja, ja, er moet wel En toen konden jullie mooie producten gaan maken. Ja. Hey, en waar, want jullie werken ook samen met andere bedrijven hè, in deze omgeving. Nou ja, we zijn uiteindelijk degene die zelf produceren en bewerken tot de yoghurt en vla en dergelijke. Mm-hmm. Maar goed, om het te verkopen hebben we andere partijen nodig. Naast dat we het thuis verkopen, hebben we ook boerderijwinkel Woestenenk in Laren. Daar zijn we begonnen van de zomer. En we zijn langzaam uitgebreid. Inmiddels hebben we 3 plus supermarkten erbij. Plus in Markelo, in Laren en in Lochem. Ja. En dat zijn op het moment onze afzetkanalen qua supermarkten. En ook bedrijven toch die het product gebruiken weer in hun eigen producten? Juist. Bakker Wijnand die gebruikt het op het moment voor een cake. Ja. En Aris doet bij Dieks IJssalon, gebruikt hij voor schepijs, gebruikt hij ook onze melk. Ja, dat is toch dus mooi. Dus dat zijn hartstikke hè? Leuke dat dingen, het dan zeker allemaal weten. Zo bij elkaar komt. Want jullie hebben een missie, hè? Ja. Onze wat willen jullie? Nou, wij willen de burger laten zien waar het vandaan komt en hoe je het bij u in uw bord krijgt. Ja. En het eerlijke verhaal erbij vertellen. We doen ook rondleidingen, dus u kunt bij ons komen zodra de coronapandemie over is uiteraard. Dan laten we zien wat we doen, hoe het bereid wordt en... op die manier is onze missie om nou, een eerlijk verhaal te vertellen bij ons product. En het zo lokaal mogelijk te vermarkten, zodat mensen ons ook kennen. Ja. En ook weten waar het vandaan komt. Dus dat je ook weet van die koeien die we daar in de wei zien. Ja. Die maken onze deze, melk, die juist. Wij in onze supermarkt die maken deze yoghurt. Kopen. Ja, ja, ja. En dat is ons doel. En andere lekkere producten. Ja. Ja, en dat spreekt natuurlijk wel heel erg aan. Zeker weten. En nou ligt het natuurlijk op verschillende plekken al. En het wordt al gebruikt in verschillende bedrijven, maar... is er nog iets wat je heel graag zou willen? Nog een droom voor jullie product? Een droom? Nou ja, we willen het eigenlijk verder zo uitbreiden, maar we willen eigenlijk niet te groot worden. Dus we hebben niet de intentie om fabrieksmatig. We willen echt het eerlijk verhaal te kunnen blijven vertellen. Ja. Een droom, ja, het is vooral om straks ook de burgers ook gewoon thuis te laten zien hoe je het maakt. Nu heb je eigenlijk niet de gelegenheid door de pandemie om te laten zien wat je doet en hoe je het doet. Je wil ze eigenlijk gewoon en bij willen jullie gewoon, uitnodigen. Ja, meer bij uitnodigen. Ja. En het was, we zijn ook nog maar een halfjaartje bezig, dus het was een hectisch halfjaartje. Dus en het is nog steeds hectisch. En, maar de uitdagingen blijven wel komen. En we zullen eens even zien wat ons op de pad komt. Ontzettend mooi product. Dankjewel dat je wilde komen vertellen. En ik ga straks even proeven. Ik wou zeggen, eet hem lekker af straks. Ja, dankjewel. Als een experiment van een stagiair mondde uit in een prachtig nieuw product op de Velhorst. Quinoa. Samen met Winnie van Buren en Jesse Hutte praat ik over deze nog betrekkelijk onbekende graansoort. Wat is dat nou eigenlijk? Wat is quinoa? De oorsprong van quinoa komt uit Andesgebergte en in Zuid-Amerika. Ja. Het is geen graanproduct, het is een pseudograanproduct. En het onderscheidt zich vooral doordat er in vergelijking met rijst en couscous bijvoorbeeld dat er een veel hoger eiwitgehalte in zit. Oké. En we hebben inderdaad, vorig jaar zijn we op landgoed Velhorst
Onze Ancestor heeft daar een aantal proeven gedaan, onder andere met quinoa. En de Nederlandse quinoa onderscheidt zich omdat dit ras is speciaal ontwikkeld voor ons land. Ook gekeken naar de weersomstandigheden, als je gaat kijken naar, de enorme droogte die je hebt. Zeker ook de afgelopen jaren hier in de Achterhoek, mm-hmm. maar ook met de vorst. Dus er is een speciaal ras voor ontwikkeld. En waar is dat ontwikkeld? Dat is ontwikkeld door Wageningen Universiteit. En het heeft ook een lager saponinegehalte. Dat is een beetje een bittere stof. Ja. En doordat het gehalte er nauwelijks is, hoeft het ook minder gepolijst en minder gewassen te worden. Waardoor je eigenlijk een volkoren product hebt met veel meer voedingswaarde. Hey, en weet je nog dat die stagiair dat wilde uitproberen om het bij jullie te laten groeien? Hoe dat ging? Ja. Nou, jullie waren echt een beetje van, nou, we zien wel. Nou nee, we hadden echt alle vertrouwen in hem. We hebben ook echt alle verantwoordelijkheid hebben toen aan hem gegeven. Ja. Dus echt van het uitkiezen van het zaad, dat bestellen, hetzelfde het land bewerken, het zaaien. En hij heeft dat hele proces heeft hij helemaal zelf in hand gehad. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Het is wel een hele mooie plek om stage te lopen, of niet, Jesse? Ja, het is prachtig. Het is echt heel leuk. Ja, want kijk, jij hebt nu natuurlijk niet dat je bent niet die stagiair die dat toen begonnen is. Maar jij hebt een andere leuke opdracht, hè? Ja. Heb je die zelf bedacht? Nee, ik heb hem van Winnie gekregen. En dan zijn we samen een beetje, hoe kunnen we die toepassen voor een schoolopdracht en waar de stage ook echt daadwerkelijk wel aan heeft. Welke opleiding doe je? Voeding en voorlichting in Zwolle. Ja, en wat wil je gaan doen met de quinoa? Ik wil voedingspakketten samenstellen om een vegetarische en een niet-vegetarische. Mm-hmm. En dan voedingspakketten met als hoofdbestanddeel quinoa. Ja. En om dan uiteindelijk te gaan verkopen op de site van Vrienden van Velhorst. Wat een leuk idee. Ja. En word je daar zelf ook heel enthousiast van? Ja, ik heb er echt zin in. Ja. Ja. En heb je al een beetje een idee van wat voor pakket dat moet zijn bijvoorbeeld? Wat zit daar dan in? Is dat dan een kookpakket zo, hè, voor een maaltijd? Of waar moet ik dan aan denken? Een kookpakket met de producten van Landgoed Velhorst. En dat is dan bijvoorbeeld een hamburger of een vegetarische hamburger met quinoa. Aardappels, groente, vlees, dat idee. Ja, een soort en wat mensen dan kunnen kopen en een lekkere maaltijd kunnen klaarmaken. Ja. Hey, wat maakt quinoa nou zo'n mooi product? Waarom moeten we dat eigenlijk gaan eten? Waarom moet ik eten? Als je gaat kijken, het heeft heel veel voordelen voor de gezondheid. Sowieso het hoog eiwitgehalte, wat natuurlijk ook goed is voor spierenbouw. Er zit ook een bepaalde stof in. Vraag niet wat de naam is, maar die zorgt voor stressverlagend. Dus ook goed voor de geestelijke gezondheid. Het heeft ook heel veel essentiële aminozuren die het lichaam zelf niet aanmaakt. Heel veel antioxidanten. En het helpt ook bij als mensen willen afvallen, omdat het een heel verzadigd gevoel geeft, waardoor je ook minder honger krijgt. En er zit ook een stof in, waardoor je minder behoefte hebt aan zoetigheid. Nou, het is ook niet verkeerd natuurlijk. Nee, en het is gewoon een heel mooi veelzijdig product waar je allerlei lekkere gerechten van kan maken. Zowel warme gerechten als koude gerechten. Heel lekker met salade. Op de site van de Nederlandse quinoa is ook zo'n hele mooi recept om sushi te maken van quinoa. Dus in plaats van rijst? In plaats van rijst, ja. Wat moet ik nog meer weten hierover? Wat moeten mensen weten over dit product? Ja, het is ook gewoon een heel mooi gewas als het in de bloei staat. Ja, want hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het eruit? Ja. Is het ergens mee te vergelijken qua plant? Nee. Oh. Ja, het zijn een soort bloemen. Ja, hier in het centrum. Ja, en hierin zitten dus de zaadjes. En hele kleine zaadjes. Ja. En hoe hoog wordt zo'n plant ongeveer? Meter, denk ik. 2 meter. Ja, ik vond het heel interessant en leuk ook om die plant nou een keer te zien, want daar heb je geen idee van hoe het groeit. Dank jullie wel. Graag gedaan. Bij mij aan tafel zit Gerda Peters uit Gorssel. Ze is een boerendochter en boerin. Ze heeft een bijzondere band met haar 70 koeien en zet zich met hart en ziel in voor haar bedrijf. Ja, fijn dat je er bent, Gerda. Dankjewel. Want vertel eens even over jouw bedrijf. Wat betekent dat voor jou? Nou, wat je al zei, ik ben dus Gerda Peters en ik woon in Gorssel. Dus achter de begraafplaats. Dat is al een bedrijf wat sinds 1850 in het bezit is van mijn voorouders. Ja.
Mijn voorouders, dat waren Willem Leijzen en Grada Johanna Vrielink, die zijn er toen dus gekomen. En sindsdien ben ik 5 generaties verder daar. Ja, dat dus, is al heel bijzonder. Ja, en ja, dus dat is het bijzondere al bij voorbaat aan het hele bedrijf. Ja. En het is dus ook altijd een boerenbedrijf geweest. Ja. Hey, en nou heb je een mondkapje op de tafel laten liggen. Ja, want, klopt. Ja, daar staat wat op. Ja. Want je bent eigenlijk ook wel een klein beetje boos. En teleurgesteld. Ja, ik ben vooral teleurgesteld. Ja, en ja. Want jullie hebben het moeilijk, hè, als boeren op dit moment. Ja, ik weet niet eens zozeer of het dat is. Want op of zich moeilijk moeite met wat er in de media wordt gezegd. Ja, want op zich vind ik er voor mij persoonlijk helemaal niet zo heel erg veel aan de hand. Ik heb een heel mooi bedrijf. Ik ben er ook heel erg trots op. Ja. Het is zelfs... Mijn vader had ooit al 80 koeien. Maar dat moest door de melkquotering terug. Ja. Het is ondertussen naar 55 gegaan of zo. Ja, en langzamerhand verander je een beetje. Je koopt iets bij enzovoort. Het is een heel mooi bedrijf. Met 70 koeien, 46 hectare grond. Dus... Hartstikke in balans. En dan vind je toch dat er negatieve verhalen worden. Ja, en dan worden zulke vreselijk... Nee, eigenlijk durf ik bijna geen televisie aan te zetten. Ja. Dat is toch wel erg als je dat zou doen. Wat doe je er zelf aan om dat beeld te veranderen? Nou, ik zit al heel lang bij belangenbehartiging. Dat heb ik altijd met hart en ziel gedaan om het... om voor de belangen op te komen van de boeren, van de melkveehouders in het bijzonder eigenlijk. Ja. Ik ben aan demonstraties, heb ik meegedaan. Ik ben naar Brussel geweest. Ik heb gestreden voor het behoud van het melkquotum, wat in 2015 eraf moest. Mm-hmm. De reden. En waarom wilde je dat behouden? Omdat dat een hele mooie zekerheid was om het aantal... om de hoeveelheid melk constant te houden, de prijs goed te houden. Ja. En als je de hoeveelheid melk, kwam er ook eigenlijk nog gelijk bij dat het aantal dieren gelijk bleef. Ja. Dus eigenlijk mooier kon het niet zijn, in Europees verband wel gezegd. Maar het zou en moest eraf. Ja. En wat betekent dat dan voor jouw bedrijf bijvoorbeeld, hè, als dat eraf gaat? Nou, op zich voor mijn bedrijf, dan zou je in principe kunnen groeien. Mm-hmm. Dus je zou... Maar dat is dan toch fijn? Of... Nee. Want? Want je ziet dat gewoon aankomen dat er een ander kwotum komt. Ja. Ja. Ja, en die gesprekken, ik heb natuurlijk heel veel mensen hier aan tafel gehad en die probeert ook toevallig één oud melkveehouder en eentje die nog wel melkvee heeft. En die probeerden dan op hun eigen manier toch een vorm daarin te vinden. Ja. Kun je niet iets doen? Iets waardoor je misschien het om kan draaien en kan zeggen van nou, maar ik doe het zo en daarom stoppen met het gezeur. Ik doe dat op deze manier. En het is wel oké wat ik doe. Ja, wat ik doe wil ik bij deze zeggen. Het is gigantisch oké wat ik nu doe. Ja. En waarom is het zo gigantisch oké wat je nu doet? Waarom omdat ben je er zo blij mee? Een aantal koeien hebben en de grond erbij. En je produceert een geweldig goed product, melk. Mm-hmm. Er komt nog een product bij, dat is vlees. Maar daar hebben wij onze melkkoeien niet voor, want het is gewoon voor de melk. Dus maar dat vlees komt straks van die melkkoeien? Ja, ja. Ah. Omdat dat doet ook elk mens... helaas, bij iedereen komt er ooit een einde aan. En ook bij koeien. Ja. En dat is... ik heb echt mijn koeien voor de melk. En dat is, ben ik heel erg trots op dat product. Dat wordt heel erg mooi afgezet. Ja, Gerda, jij wilde heel graag nog wat vertellen over de kringloop in jouw bedrijf. Ja, er wordt constant gesproken over kringlooplandbouw. Ik denk dat wij dat als landbouw allemaal al doen. Mm-hmm. Want de kringloop is gewoon dat je iets produceert. Maar er komt natuurlijk iets bij. Er gaat altijd iets uit, want dat is aan landbouw. Mm-hmm. Of er gaan aardappels uit. Of er gaat in mijn geval melk uit en een heel klein beetje vlees. Dus als dat eruit gaat, moet er ook wat extra's in. Dus je hebt dan ook
krachtvoer nodig. Mm-hmm. Of de kunstmest. En dat is wel heel erg belangrijk. Dat wordt nu constant vergeten. Dat je niet eeuwig iets eruit kunt doen. Want de mens is de schakel die buiten de kringloop wordt gehouden. Ja. Maar wat je nu wel eens ziet is dat er dan dat mensen dan denken van ja, maar bijvoorbeeld dan wordt er gezegd van ja, dan staan de koeien altijd buiten en dan is het weidemelk. Maar we zien de koeien eigenlijk helemaal niet meer buiten staan. En dan lijkt het alsof de mest steeds op het weiland wordt gedropt, omdat de koeien dan binnen staan. En dan het gras is dan eigenlijk alleen maar om te maaien om die koeien weer te voeren. Dat mensen die kringloop dan zien en dat geeft dan misschien een verkeerd beeld? Of? Nou, sowieso is ook dat een kringloop. Mm-hmm. Maar als koeien weidemelk, zijn de koeien sowieso buiten. Okay. En er staat exact op aan welke eisen die moet voldoen. Ja. En dat wordt ook te degen gecontroleerd. Ja. Ik vind het wel eens overdreven, al die controles, maar dat terzijde. Ja. Maar ook een kringloop is dat die mest van die koeien, ook als die in een stal is, weer op het land komt. Want daar groeit het weer van. Dus ook dat is een kringloop. Oké, goed. Helder. Dankjewel dat je hier wilde komen vertellen. En ik wil je ontzettend veel succes wensen met de voortzetting van je bedrijf. Dankjewel. Nou Henry, we zitten alweer bijna aan het einde van het programma. Dan is het tijd voor de agenda. En ik dacht, dan gaan wij gelijk even zo'n lekker wijntje zo'n mooi proeven. Wijntje erbij. Ja, dat ziet er goed uit. Ik ga hem zo proeven. Maar zullen we eerst maar de agenda doen? Ja, heb je nog wat? Ja, ik heb vorige week had ik bijna niks. En nu heb ik er toch nog drie puntjes kunnen vinden. Eerst de fietstocht. Rondje Laren-Battem heet het. En dat doen twee restaurants. Het Langenbarg in Laren en de Heren van Dort in Battem. Kan je ook op beide plekken beginnen als je wil. Ja. En dat kan op zaterdag en zondag aanstaande. Van 10 tot 1 uur kun je starten. Zowel bij de Heren van Dort als bij het Langenbarg in Laren. Nou ja, je moet wel een tijdsblokje reserveren als je wil starten. Dus je moet even kijken op de websites van die restaurants en dan kun je dat vinden, allemaal die informatie. Kost dan 10 per persoon. En waar betaal je dat 10 dan voor? Dat weet ik niet, maar ik denk dat je daar iets voor krijgt. Maar het stond niet in een stukje tekst. Lijkt me dan ook wel iets lekkers of zo, voor onderweg. Ja, maar fietsen van Laren naar Battem, dat is zelfs voor mij haalbaar qua afstand. Dus, ja, kun je dat? Ja, makkelijk. Okay. Heen en weer. Goed, volgende. Kijkdagen van de ondernemershuis in Laren. Volgens mij hebben we het hier aan tafel wel eens over gehad met Bakker Loorne, de voorzitter. Dat is nu bijna klaar, dat ondernemershuis. Dat zijn gewoon, het is een soort bedrijfsverzamelgebouw, kantoren vooral. En daar kun je werkplekken huren, flexplekken. Dat is bijna klaar en dus kun je kijken. Maar ook daar mag je natuurlijk niet meer heel veel mensen naar binnen nu. Dus daar moet je ook even reserveren. En dan moet je mailen naar ondernemershuislaren@gmail.com. En dan mag je daar ook zaterdag en, zaterdag en zondag. Dan wordt er een tijd afgesproken. En dan heb je tijd om daar rond te kijken. En als laatste hebben wij Brokante op zondag. Heet dat geloof ik. Dat vind ik leuk. Dat is bij Boudewijn en Boukelien Schenkels aan de Parallelweg 8 in Gorssel. Ja? Die doen dat altijd, maar dat heeft een hele tijd stilgelegen, maar ze gaan weer beginnen. Ze proberen zoveel mogelijk spullen buiten te zetten en dan kun je gewoon info@bouwkanten.nl. Nou, helemaal leuk. Misschien ga ik er ook nog wel even heen. Hey Henry, we hebben echt een heerlijke uitzending gehad. We hebben de hele tafel vol staan. Letterlijk en figuurlijk. Helemaal los met dat lekkere brood en het lekkere wijntje. Ja, zullen we eens proberen. Het was ontzettend leuk om al die leuke, jonge, inspirerende mensen te ontmoeten en al die lekkere spullen te proeven. Ja. En volgende week staat helemaal in het teken van de duurzame energie, hè? Ja, wordt ook heel spannend. Dat is ook heel actueel. Ja, we zijn nu heel druk bezig om weer allerlei leuke gasten uit te nodigen. En we hebben al een heel mooi rijtje klaarstaan. Daar gaan we nog niks over verklappen. Maar volgende week zijn we er weer. En wil jij heel graag ook aanwezig zijn, omdat jij denkt van, nou, ik weet ook wel iets over duurzame energie of over een ander onderwerp waarvan je denkt, nou, dat moet echt uitgezonden worden bij Allemaal 1 TV. Dan kun je ons natuurlijk altijd mailen. Wij gaan lekker genieten van ons wijntje. En we zien jullie volgende week weer. En like ons, deel ons, wat je allemaal kan. En dan zien we weer op donderdag 7 uur. Tot dan. Proost.